Oh, hier is Rijka. Hey, hallo schat. En? Met hem ging het heel goed vannacht zonder kap. Maar het ligt eraan hoe ik door iemand die meer schijnt te weten dan ik zelf op de hoogte word gebracht. En ik heb het haar gewoon verteld. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer zaterdag, de 13e november en we leven 14:13 dat ik moet opschieten. Ik ben niet naar die Sinterklaasoptocht toestanden geweest, want ik moest aan één kant laat naar bed toe gaan, want, of zeker vroeg, want ik had hier wat leggen voor Karin. En ja, die hebben dat meegenomen natuurlijk, want anders blijft dat weer, ik weet niet hoe lang hier leggen. Nou, weg ermee, weet je. Ik stond wel al op het punt naar bed toe te gaan en toen kwam ze net aan, want ik had de dames, had ik al boven. Daar ligt er één. Waar is er? Oh, hier is Rijka. Hey, hallo schat. En? Met hem ging het heel goed vannacht zonder kap. Lekker geslapen, hè? Ja. Ja, man. Maar in ieder geval, ik zal hem zo meteen eten geven. En dan is het gauw weg met de meiden even. En dan kan ik op de booster naar mijn broer en mijn schoonzus verjaardag vieren. Maar ja, ik had vanochtend barstende hoofdpijn. Misselijk, het begint nog een klein beetje te zakken. En ik denk, ja, weet je, ik ga voor. En die Sinterklaas, die loopt niet weg. En anders maar wel, heeft hij pech. En ja, meestal loopt hij woensdag ook door de stad. En op andere week zaterdag weer, weet je. Ik er ook altijd nog even achteraan harnessen. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zeg, geniet van jullie dag. Het is hier weer grijs, grauw en triest. En volgens mij heeft het ook geregend, maar dat weet ik niet zeker. De poort is droog, ja, het miezert. En dan ben ik in het lang. Ja, oeh, ik ben helemaal in het lang. Nee, ik kan er niks aan doen. Het is nou helemaal zo. En ja, ik zit op de booster beschermd, mijn jas eroverheen. Klaar hoor, komt goed. Ja toch? Maar oké, het is ook een klein stukje, dus ik vlieg gewoon met de booster er even gauw heen. En mijn stoelleuning naar voren, mijn scherm eroverheen, komt het allemaal wel weer goed. Dus ik zou zeggen, geniet van je dag en geniet ook met ons mee. Ach, goedenavond lieve vrienden. Ja, ik ben al enige tijd weer thuis hoor, jazeker. Het was gezellig, maar ook een zwaar gesprek gehad. Wat ik eigenlijk weer niet gezellig vond. Maar dat was gelukkig buiten de andere mensen om die ook nog kwamen. En kan er ook allemaal niks doen. En Karin die ik even aan de telefoon gehad. Mijn dochter waar ik heel veel van hou. En die vroeg hoe het was gegaan. Dat heb ik verteld. En ook over dat zware gesprek. Maar ik was nog niet uitgepraat en ze hing al op. Ja. Dan kan je zeggen, dat zegt meer over haar dan over mij. Ik weet het niet. Het legt hem niet aan haar, het legt hem niet aan mij. Maar het legt eraan hoe ik door iemand die meer schijnt te weten dan ik zelf op de hoogte word gebracht. En ja, ik heb het haar gewoon verteld. Hoe en wat. Ik heb het nog iemand verteld, daar had ik het beter niet aan kunnen vertellen. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Als het je even dwars zit, ja, dan flap je dat aan iemand eruit. Terwijl die niks aangaat. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. En ja, ze is nou boos, Karin, op mij. Maar ja, het was niet de bedoeling om haar boos te maken. Ik wou gewoon rustig praten met haar. Dus lieve schat, ik bedoelde het goed, hè? Weet dat wel. Maar in ieder geval, ik ben met dames ook al uit geweest. En die leggen nou hier het enige wat ik zit te denken. Wat moet ik nou eten? Ik heb net geen zin in, ik weet het niet. Nee. Dus ja, dat wordt hongerlijden. Nou ja, ik heb ook geen honger. Dus ja, lekker belangrijk. Ik eet wel later op de avond. Ik ga zo meteen eventjes lekker niks doen en de televisie aan doen, televisie verkijken, ik weet niet wat er allemaal komt.
En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ook dat moet ik nog. Nou, vandaag dus nog niet veel gefilmd, omdat ik weg was. En ja, Sinterklaastocht heb ik ook dus niet gedaan. Ook dat weten jullie al. En ja, voor de rest kan het de pret niet drukken. Het gaat er verder allemaal goed. Enkel, ja, mijn meisje is eventjes boos op de moeder. Nou ja, oké. Ze heeft er 3 keer werk van. Ja, ik vind het wel verdrietig allemaal. Het is alweer erg genoeg. Maar dat ze juist dingen ertussen laat komen, dat moet ze niet doen. Karin toch, dat zou je niet meer doen. En dat doe je weer wel. Luister dan ook eens een keer alles af. Ja? En dat doe je niet. Je laat je moeder niet uitspreken. Dat moet je wel doen, meisje. Maar maakt niet uit, komt wel weer goed hoor. Ja hoor. Echt wel. Maar oké, ik ga lekker even wat andere dingen doen. Vandaag blijf ik wel lekker zitten op mijn kont verder. Ik doe niks aan de kerstversiering. Morgen weer een dag. Ik heb ook een lange jurk aan. Ik ga niet trappetje op trappetje af met een lange jurk aan. Nee, dat doen we niet. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. En geniet ook zeker met ons mee. Ja, allemaal zorgen of leuke dingen, ellendige dingen. Ja, wordt gewoon gedeeld. Dat is je dag. Ja, toch? Maar maakt verder dus niet uit. Nee. Ze zeggen, geniet ze.